Hallo, ik ben Marlijn Twaalfhoven en ik wil heel graag wat vertellen over verbinding, het maken van verbinding. Dit is eigenlijk een vraag die voor mij heel belangrijk is in mijn leven. Ik ben opgegroeid als iemand ergens op een hele mooie plek, in de buurt van de natuur. Dus ik liep heel vaak als kleine jongen in de natuur te wandelen en om zo de verbinding te voelen met alles wat leeft. Is denk ik heel belangrijk bij mij geweest. En later ben ik als muzikus me gaan trainen, viool leren spelen en zo ook het contact maken met mensen die samen muziek maken. Op die manier verbinding voelen. En als componist heb ik op allerlei manieren die muziek weer willen verbinden met de samenleving, met plekken, met situaties waar mensen kwamen, met momenten in de tijd. En nu heb ik sinds een paar jaar de Turnclub opgericht als een organisatie waar eigenlijk allerlei mensen, veel met een kunstenaarsachtergrond, samenkomen om ook te zoeken naar manieren om die verbindingen te leggen tussen de wereld van de kunsten en de samenleving. En dus te kijken waar eigenlijk die kunstkracht zijn plek is en waar het datgene wat een kunstenaar kan het hardste nodig is. Dus verbinding is eigenlijk iets wat alles samenbrengt, alle idealen, de zoektocht. Ik geloof dat het is natuurlijk vanzelfsprekend als je kijkt naar de hele wereld om ons heen, je ziet dat alles verbonden is met elkaar, een soort immens web van betekenissen, van gebeurtenissen, maar ook van materie die op elkaar inwerkt, van energie die elkaar met elkaar verband houdt. En het is fascinerend om je ook voor te stellen hoe dit allemaal ontstaan is. Ooit in de tijd dat het universum nog één grote rommel was, dat misschien de aarde nog aan het koken en borrelen was, een grote oceaan, toen ontstonden er verbindingen tussen moleculen. Het werd ingewikkelder, het werd complexer. En zo ontstond uiteindelijk dat leven. En dat leven dat begon heel klein, microscopisch klein. En door zich te verbinden met elkaar, door samen te werken, ontstonden steeds grotere structuren. En uiteindelijk planten en dieren en mensen. En die mensen die hebben op hun beurt weer allerlei verbindingen gelegd met elkaar. Door verhalen te vertellen, culturen te laten samensmelten, ontmoetingen te maken, kennis te delen. Dus het is een groot spel waarbij die verbinding, het steeds complexer maken eigenlijk van de structuur, toch een soort belangrijke rode draad is door het geheel. Nou, in deze tijd zien we heel veel verbinding. Je kunt zeggen we zijn verbonden met mensen over heel de wereld. Je kunt op dit moment het nieuws zien van wat er in Australië gebeurt, in China. Dat is natuurlijk heel fascinerend. Je kunt telefoneren met mensen van de andere kant van de wereld. Je kunt ook spreken van een aantal verbroken verbindingen. Ik geloof dat we in de samenleving heel veel, de samenleving die nu er is, dus deze moderne tijd, heel veel verbindingen die eigenlijk eeuwenlang heel natuurlijk waren, verbroken zijn. Neem bijvoorbeeld de verbintenis die mensen hebben met de plek waar ze opgroeien, waar ze wonen, waar ze thuis zijn. Ja, de grond onder je voeten. Wat zegt dat je? Is dat iets waar je toevallig gewoon een huis hebt wat je weer kan verkopen en weer verder kan reizen? Of heb je een band met die plek? Hetzelfde geldt ook voor een gemeenschap. Eeuwenlang functioneerden we in een gemeenschap. Daar werd je in geboren en daar stierf je in. Daar was je helemaal mee verbonden. Terwijl nu kunnen we natuurlijk in een dorp opgroeien, later naar de stad verhuizen, misschien emigreren, misschien terugkomen. Kortom, dat soort verbindingen zijn allemaal veel losser, veel vloeibaarder geworden. Dat is natuurlijk een bevrijding, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar daarmee vergeten we misschien ook de rijkdom die de verhalen hebben van een plek. De verhalen van een gemeenschap. Ook de verhalen van misschien de een traditie binnen een familie bijvoorbeeld. Persoonlijk weet ik eigenlijk best wel weinig van mensen die ouder zijn dan mijn opa en oma.
die ik niet gekend heb. Ja, dat zijn wel misschien verhalen die ik... Ik kan wel ergens een stamboom gaan uitpluizen. Maar ik heb eigenlijk weinig toegang tot de verhalen die mijn familie vormen. Dat was natuurlijk eeuwenlang anders. Die verhalen werden veel actiever verteld, doorgegeven. Dat leefde echt. Nou, je kunt ook zeggen dat de verbinding tussen mensen in de samenleving ook vluchtig is. Mensen hebben een specialisme, hebben een vak, die leveren een dienst. Of ze verkopen je wat in een winkel. Je koopt het, je geeft geld en daarmee is je verbinding eigenlijk wel weer over. Geld maakt eigenlijk dat we ons niet aan bepaalde beloften of afspraken hoeven houden. We hoeven niet te zeggen, hey, ik heb iets van jou geleend, je krijgt nog iets van mij terug. Nee, we zeggen gewoon, ik betaal ervoor en dan is het weer over. Dus dat is ook eigenlijk een manier om relaties weer los te laten. De verbinding verbreekt ook tussen mensen voor wie dingen misschien wat snel gaan. Die niet meer alles bij kunnen benen. De veranderingen die er zijn. Alles wat er in het nieuws op je afkomt. Als je dat niet allemaal begrijpt of snapt of wil accepteren, dan kun je je ook los voelen, ontheemd voelen van alles wat er gebeurt. En het is natuurlijk ook absurd dat wij met televisies en computers berichten uit heel de wereld hele tijd tot ons nemen. Per definitie kun je je daar niet mee verbinden. En ontstaat een soort gevoel van onthechting. Ook, je hebt geen verantwoordelijkheid. Als je ergens ziet dat er een overstroming is, je kunt die mensen niet helpen. Het is op televisie, het is ver weg. En zo trainen we eigenlijk ons brein om dingen los te laten, dingen door te snijden. Die verbinding juist te ontkennen. Het is onmogelijk om je zorgen te maken over mensen in een burgeroorlog ver weg. Dus het is eigenlijk, ik geloof dat dat een heel groot effect heeft op ons hele menselijke natuur, die meteen wil zorgen voor mensen, mensen wil beschermen, mensen wil helpen als je ziet dat iemand in nood is. Terwijl dat dus niet kan als het via het journaal komt of in een krant staat. Dus onze hele natuurlijke neiging om te zorgen voor elkaar wordt totaal ontmoedigd, totaal ontregeld door het feit dat ik persoonlijk niet kan zorgen voor een vluchteling die verdrinkt in de Middellandse Zee of iemand die sterft van de honger, ergens ver weg. Nou, er is dus een onthechting waardoor het misschien ook raar wordt om je zorgen te maken over datgene waar je misschien wel invloed op hebt. Je denkt gewoon, ja, of wij als mensheid in deze tijd denken gewoon een beetje van, ja, ik leef gewoon voor mezelf, ik doe mijn dingen en wat er verder om me heen gebeurt, nou, daar heb ik weinig mee te maken. Nou, en dat is denk ik een enorm groot probleem. Dat leidt niet alleen tot allerlei vormen van ongelijkheid, die enorm toenemen, vormen van wanhoop bij mensen. Maar het is ook een minder rijk leven als je je niet weet te verbinden met de verhalen van andere mensen, andere groepen. De culturele uitwisseling, de nieuwsgierigheid voor elkaar, de verhalen die misschien je buren hebben of familieleden hebben, waar we nu geen gebruik van maken, eigenlijk weinig contact mee zoeken. Dat is een vorm van armoede. Verhalen brengen structuur aan. Zijn manieren om allerlei losse elementen samen te brengen. En het feit dat we niet zozeer ons verbinden aan verhalen van onze plek of onze gemeenschap of zelfs ons land. Wat is er nog over van het verhaal van Nederland. Je kunt de geschiedenisboeken lezen. Maar ja, zodra je politici of wie dan ook hoort, het is een gekibbel. Het lijkt een land te zijn dat uiteenvalt in allerlei groepen mensen die het vooral heel erg oneens zijn met elkaar. Nou, dat zijn denk ik manieren van verbroken verbindingen waar ook veel mensen een groot gemis bij voelen. Mensen voelen zich eenzaam, depressie neemt toe, radeloosheid neemt toe. En
Het geldt ook over hoe we ons met de verre toekomst verhouden. Hoe ga je om met de onzekerheid, de grote veranderingen in deze tijd? Nou, daar kun je ook heel machteloos over voelen. En dan helpt het niet als je de ingewikkelde documentaires ziet over klimaatverandering of over armoede of over de ingewikkelde ketens van bijvoorbeeld als je kleding koopt, hoeveel kinderarbeid en hoeveel kankerverwekkende toestanden in verffabrieken of naaiateliers daar eigenlijk allemaal mee te maken, eigenlijk allemaal aankleven als het ware. Als je dat ziet, dan voel je jezelf machteloos en dan ervaar je denk ik een groot ongeluk van binnen. Nou, ik geloof daarom dat het heel belangrijk is om te werken aan het herstellen van verbindingen. En ik heb natuurlijk 100 voorbeelden genoemd van wat er allemaal mis is in de wereld. En als mens kun je dat natuurlijk nooit allemaal gaan fixen. En daar zoek ik zelf ook enorm naar van waar is die plek, wat is jouw rol, wat is jouw taak misschien als je je wil inzetten voor het herstellen van verbindingen. En dan denk ik dat ieder in eerste instantie aan zichzelf zal kunnen vragen, waar ben ik goed in? Wat kan ik goed? En de ene kan misschien goed luisteren. Dat is een hele mooie manier van verbinden. De andere die kan misschien goed dingen met zijn handen maken, bouwen. En zo verbind je je aan spullen, aan materie. Je maakt misschien iets in je huis of je herstelt kleding die kapot is gegaan. Ook dat is een vorm van het je verbinden met de spullen om je heen. En ik geloof dat daar vooral een heel erg grote rol is voor onze creatieve vermogens. Want het vertellen van verhalen, dat is het maken van verbindenissen. Creatief betekent vaak ook het uiten van iets. Dus het laten zien aan anderen hoe dingen verbonden zijn. Het maken van kunst. Daarmee geef je iets vorm wat je niet met woorden kan uitdrukken. En wat vaak ook staat voor een bepaald soort, een bepaald soort schoonheid. Iets wat niet te grijpen is. Iets wat dingen samenbrengt. Ook weer dat woord. Ik bedoel, ik zoek naar woorden om het, om het uit te leggen. Maar dingen samenbrengen. Dat is wat kunstenaars doen. En ik geloof daarom dat iedereen die zich wil inzetten voor het herstellen van verbintenis ook heel veel kan leren van dat repertoire van kunstenaars. Van die manier hoe kunstenaars in het leven staan. Ik noem dat een kunstenaars mindset. En die mindset die is open en scherp voor eigenlijk de betovering van de wereld. De magie die er is. Het bijzondere achter het alledaagse. Om dat te zien, dat is deel van die kunstenaars mindset. Dat is met een frisse blik naar de wereld kijken. Maar vervolgens ook die gevoelens toelaten. En misschien ook kunnen uiten. Dus je gevoelens, je ideeën kunnen omzetten in iets wat je kan maken. Iets wat je kan uiten. Iets wat je overbrengt aan anderen. Dat is daarin ook een hele belangrijk aspect. Nou, kunstenaars oefenen zich daarin. Vaak al soms al tientallen jaren. Dus natuurlijk is dat een enorm knap vermogen als iemand prachtig viool kan spelen of heel mooie schilderijen kan maken. Maar het is nooit te laat om ook zelf dingen te oefenen om naar buiten te brengen, dingen te uiten. Dus om verhalen te gaan vertellen of te schilderen of muziek te maken. Dat is nooit te laat. Dat is een vermogen dat je altijd, is altijd verrijkend om het te doen. Ook al ben je een beginneling en heb je nog nooit een muziekinstrument vastgepakt. Nou, zo geloof ik dat iedereen ergens goed in is. En dat het dus de kunst is om te weten dat datgene waar jij goed in bent, dat je dat brengt naar een plek waar het heel hard nodig is. Naar een plek waar het een verbindende rol kan spelen. Nou, een verbindende rol tussen mensen, dus mensen samenbrengen. Misschien ook tussen groepen mensen. Dus de verhalen van groepen mensen die vaak leiden tot grote misverstanden. Problemen die in de krant of in talkshows waar heel veel gekibbel rondom ontstaat. Dat soort zaken kunnen we die interactie
ook vertragen? Kunnen we beter luisteren naar elkaar? Kunnen we groepen mensen samenbrengen? En dan is het geweldig dat we misschien muziek kunnen maken of op een andere manier kunnen spelen met elkaar en elkaar kunnen vinden in een manier die niet altijd gaat over letterlijke dingen, over woorden en over dingen die moeten gebeuren, maar waarbij dus ruimte is, waarbij je elkaar ontmoet. Nou, ik noem dat spel, maar het is ook misschien een soort vorm van samen experimenteren, kunnen mogen twijfelen, dingen mogen onderzoeken. Nou, die nieuwsgierigheid naar elkaar, nou, om daar ruimte voor te vinden, dat is volgens mij de sleutel. En of je dat nou in een heel klein niveau van mens tot mens doet, of in een veel groter niveau de nieuwsgierigheid naar andere culturen toe, of naar andere landen toe, dat is allemaal van groot belang. Ten slotte is ook de nieuwsgierigheid of het verbinden in de tijd iets wat ik heel erg fascinerend en belangrijk vind. Dus het vertellen van verhalen over vroeger, over de geschiedenis waar we vandaan komen. Maar ook het vertellen van verhalen over mogelijke toekomsten. Hoe zou het kunnen worden? Dromen. Durf te dromen. Durf je idealen uit te spreken. Durf te bedenken wat er kan gebeuren met technologie of met ecologie. Of hoe de wereld anders zou kunnen worden. Ook dat is het bouwen van een relatie, van een verbinding in de tijd. En zo kunnen wij ook als mens ons verantwoordelijk gaan voelen voor wat we zijn voor toekomstige generaties. Dat is denk ik een enorm belangrijk gegeven. Ook iets wat in deze tijd heel zeldzaam is. We hebben het bijna nooit over de relatie tussen generaties, maar we hebben het wel heel hard nodig. Alleen als we dat echt beseffen, dan kunnen we ook die grote vraagstukken zoals klimaatverandering en wat er gebeurt met het uitsterven van alle diersoorten wat nu in volle gang is, kunnen we aan gaan pakken. Nou, dus dat hele grote ideaal zit erachter en kunnen we vertalen in onze dagelijkse praktijk bij het leggen van verbintenissen. Oké, tot zover. Dankjewel.